Dag vrienden van het buitenstripverhaal. Bert Pijper en de vinnige vlogger. Adam nog eens voor zijn gsm gezet, hè, want zo gaat dat, hè, om een stripverhaal voor jou te bespreken. En het is van een Nederlandse, van een Hollandse, zeggen ze bij ons in Vlaanderen, van een Hollandse tekenaar, die dat ik al eens een keer besproken heb, omdat hem in 2018 pas, nee, in 2019, de stripschapsprijs had gewonnen voor het beste album met de Mijmoorden, hè, in het... Eigenlijk in een reeks van educatieve strips, maar toch wel heel erg geleefd ook in de scholen en bij de jeugd in Holland. Ik hoop nog altijd dat er meer en meer hier zal gelezen worden. Vandaag echter kun ik van dezelfde schrijver, Erik Euvel, hè, die dat ik al in dat andere vlog heb besproken, dus daar kan ik nog niet zo heel veel mee van zeggen. Maar Erik Euvel, die intrigeert me wel, want hij had ook een reeks van 9 stripverhalen geschreven rond Bud Broadway. En die alleen die titel al, hè, Bud Broadway, de weg naar Java, intrigeerde me. Maar ook, ik vind ze een tekenstijl die van mij toch wat vanuit de Klare Laan is ontstaan, heel erg bevalt. Hè. Vandaar dat ik dus ook deze boek en deze reeks heb aangeschaft en dat ik erin begin te lezen. Ik kan er al een beetje iets meer over vertellen. Toch nog iets over Erik Euvel, wat ik nog niet had verteld de vorige keer. Hij is geboren in 1960 in Amsterdam, hè, dus zonder gezegende leeftijd. Hij zit al op tram 6, maar blijft nog altijd wat tekenen. Hè. En dat was eigenlijk begonnen in de jaren 80. Hè, van, ja, nee, pak nou maar 80. Hè. Dan had hem dus zo ja, het gedacht gemokt van, je kunt een keer een stripverhaal maken. Edo is dat ook, hè, zo is het een keer van Jacques Vermeijren en over de Strangers en over Catastrophe. En wel, hij had dat, de dingen gezien, de Dolle Dots. Kende die nog, de Dolle Dots? De Dolle Dots, ja, die hadden zo van alle lekens. En daar ging hij een stripverhaal van maken. En dan had hij die laten zien, die dat resultaat gezeten heeft op passeren, aan die Dolle Dots zelf. Maar... die hadden waarschijnlijk van huil en een vuilbijter gedacht dat ze echt waren. En ja, dat is een stille dood gestorven, we zullen het zo zeggen. Hè. Maar dan heb je ook nog wel wat andere dingen gedaan, buiten zo'n klassieke stripverhalen. Hè. En hij bijvoorbeeld ook voor de microgids van de KRO uit de... in een tijd een stripverhaal geschreven of getekend rond Toen was geluk heel gewoon. Ja, schone titel, hè. Dat is met Gerard Cox, hè, en Joke Broos, wat er mee getrouwd is. Ik weet niet, dat ooit gezien, ik heb daar tranen mee gelachen. Hè. Hij wil daaruit een stripverhaal gemokt voor dat boekje, hè, de microgids, of dat heet er nog andere, de KRO-gids, allee, ja, zo heet het. In Holland is dat zo, hè, met verschillende zendfabrieken, zal ik maar zeggen. Eigenlijk de Tros en de KRO in de tijd en de Navro. Ah, wel, die is dat tekende van mij. Op een schone dag kwam er daar een neef Bos in en die kost dat allemaal zo niet meer lachen. En terwijl het dat toch eigenlijk hier plezant was. En dat was dan ook gedaan. Wat had hem nog gedaan? Ik moet het zo fantastisch zien. Ja, ik heb dat boekje niet liggen trouwens. Hè. De zaak Sven. De zaak Sven. Ook een heel speciaal boekje in opdracht getekend over stalking. Hè, bij de jeugd. En het speciale daaraan is dat dat eigenlijk twee kanten is. Zie je dit? En dan... dat vertelt hetzelfde verhaal van de kant van het meske en van de kant van de jongen. En dan kunnen die zo op het einde zeggen van, ja, wat kunnen we over stalken en ook wat meer babbelen. Hè? Vond ik wel goed. En dan net hem natuurlijk voor de Anne Frank Stichting ook nog heel wat educatieve strips gemokt. Ik heb er een paar liggen, je kunt ze stikje bezien. Hè? De zoektocht, zie je dat? Voilà, de zoektocht, ik kon die nou niet bespreken. Hè? En de ontdekking. Allemaal met, er wordt veel in scholen gelezen ook, hè, zoals ze beter in België ook doen. Dat ze de kinderen stripverhalen laten lezen over het plezant. Dat is de ontdekking en dan de zoektocht, dat is daar een vervolg op. En dan is er nog de terugkeer. Zie je dit? Terugkeer, dan pas op. Daar heb ik een hardkoffer van. Zijn er niet veel van gemokt, zullen? Wacht al eens eens. Hè. Deze is nummer 8 van de 45. Hela. Dat is een ebbedingetje, hè. Zo zijn er niet veel, hè. Maar, ik zeg het, altijd schoon getekend, zie je dat? Ja, ik hou daarvan, hè. Dat is die Hollandse Klare Laan. Hè. Ik vind dat echt, ja, ik doe met een noodaffaire. Ik wil hem zo te kunnen ontmoeten. En dan zal ik het hem eens een keer persoonlijk zeggen, want ik weet niet dat hem nou zal naar Thijs zijn. Hè. Dat zal naar Thijs vlogsken. Het zou me vereren zijn, hè. Maar goed. Hier zie je dus, en hij heeft ook een eigen website, hè. Je moet maar eens gaan zien, staat precies niet alles mee op, misschien dat hem te veel werk heeft met de teken, dat hem dat allemaal kan aanvullen, maar goed.
En in 2018 werd Erik Euvel geridderd in de orde van de Nederlandse Leeuw, dat is een leeuw, hè. Hij wordt geridderd in de orde van de Nederlandse leeuw. Dat dan een kooiere leeuw is als die van Vlunderen, dat weet ik niet. Maar alleszins, dat klinkt toch schoon, hè? Geridderd worden in de orde van de Nederlandse leeuw. Dat kan er niet zomaar zijn, hè? Misschien speekmodellen, hè? Allee, dus dat had hem ook allemaal nog gedaan. Dan is hem op een gegeven moment begonnen, in 1990, zo, hè, rond de 90 jaar, met January Jones. January Jones, dat was zo'n vliegeneerster. En daar had hem dus 4 boeken samen met Martin Lodewijk gemokt. Uittekende, Martin Lodewijk schrijft dat. Maar ja, kent Martin Lodewijk van Agent 224, die mens, die weet niet meer was dat hem staf van het werk op een gegeven moment, dus die moest dat stopzetten. En dan denkt hij in zijn eigen, Erik Euvel, als ik nou eens een keer zelf eet ontwerp. Hè? En hij had dan Bud Broadway bedocht. En Bud Broadway is eigenlijk, is dat hem zei, is een beetje gebaseerd op Bob Hope. Kinderen die nog geweten van de jaren 30, 40 in de films, zo van die muzikale films. Dat was een komiek, hè, in Amerika. Wel, daar doet hem zo van aan denken. Daar is hem ook wel wat op geënt, denk ik. Samen met zijn makelaar. Hè, die dat zo... Ik heb zijn naam opgeschreven, maar ik zijn hem eigenlijk vergeet. Bud Broadway is geen gewoon stripverhaal. Hij wilde dat zo'n beetje tekenen, gelijk als vroeger Tom Poes en Kapitein Rob en zo. Hè. En hier zit het trouwens een voorblad, een aankondiging voor het Algemeen Dagblad, want daar zijn die allemaal in verschijnen, alle 9. Hè. Het is een stripverhaal waar dat de teksten onder de tekeningen staan. Ik kan wel zeggen, mannen, je hebt waar voor je geld, hè? Dat lees je op geen dag uit, hè? Godverdikke, dat zijn in totaal 79 bladzijden, zie je dat? Hè? En met heel wat tekst. Dus, allez, het is niet dat je zegt, kunnen we naar de bijlijke zien, hè? Want dan heb je dus niks mee, hè? De weg naar Java is het nummer 1 van Bud Broadway. Je leest dat best wel in de volgorde, want dat komt voor Niski de slechtere kin, hè? Zegel. Herken dat je al een heet van Segel, hè? Bugsy Segel, zo'n maffia-achtig figuur. Dus het gaat dus over die type. En wat dat je over Bud Broadway, wat dat je er ook heel goed aan vindt, zeker voor ons in Vlunderen, in Holland kennen ze de vaderlandse geschiedenis natuurlijk. Je leert wel wat over de vaderlandse geschiedenis, hè? Van strapatsen in Noord-Indië, hè, voordat het daar vooral is. Goed. Over wat gaat het nou? Wel, het eerste stuk van het verhaal speelt zich af in Hollywood. In Hollywood, dus onze vriend kan die helemaal niet vertellen. Hè, want 77, ik zeg het wiept van één naar daar. Je hebt heel wat werk voor de boog om heel dat spel te lezen. Maar het is wel heel goed geschreven en schoon getekend. Hè. Dus, wacht, hè, het is niet van de posten. We beginnen in Hollywood. Onze vriend Bob Hope, of in dit geval natuurlijk Bud Broadway, die moet daar optreden. Hij staat klaar. En... op die moment is die in Bugsy Segel daar ook met zijn vriendin. Maar die vriendin, dat is geen gewoon, die zei dat die in Bugsy Segel weer met een ander aan het aanpappen is en die paast wacht, een koekje van haar en deeg. En die begint daar zo wat aan te pappen met Broadway. Die had dat niet thuis, maar die in Bugsy Segel, die denkt, ik kun die daar eens een keer een goeie lababbel geven, die moet die van mijn vrouw afblaven of van mijn vriendin. En die Bud Broadway, die weet niet wie dat is en die geeft die daar een koek op zijn oog en ja, voilà. Gezegen deze. En dan weten we wel wat er gebeurt. Hè. Vanaf die dag is dat zijn tegenstander. Hè. Bugsy Segel zal hem altijd achtervolgen. En hij moet dus ontsnappen. En hij moet dus op vluchten. En hij vlucht op een schip. En dat schip dat gaat richting Nederlands-India. Zeg je dat? Moet soms eens een keer zien. Hè. Maar dat zie je ook, dat is in Honolulu. Ondertussen gezeten maken ze ook kennis met Sadirkin. Toen aan Sadirkin. En die Sadirkin die speelt later in het verhaal ook nog een rol, want dat is precies een slechte, maar ook een vooruitstrijder. Allee, ik kan het allemaal niet verklappen, je moet het zelf lezen. Hè. Onderweg naar Manila is er dus een motoraar op dat schip. Hè, door die Sadirkin, want dat is dus die die, dat dus, die allemaal op stang jaagt daar. En ze kunnen gelukkig wel ontsnappen, omdat ze dus een professor tegenkomen. Als ze daar gaan zwemmen, ziet het, komen dan in de bossen een professor tegen. Waar zit hem? Met zijn dochter.
Die professor Kwatvleeg, geloof ik dat hij meent. En die prof, en Sue, heet zijn dochter. En die hulpenuile, man, die na zo'n vleegtochtje van het water, op het water zeiden, en ze gebroken dat vleegtochtje om dat schip te kilderen. Allee, natuurlijk, die professor, die dochter, kon dat wel terugbetaald krijgen, maar dat was allemaal zo simpel niet. Maar ze met een boot wel kunnen doorzinken. Dan gaan ze dus, ja, verder, Noord-Indië in en gezeten, is dat warm, ze moeten andere kleren aandoen. Nou, moet ik even mijn blad omdraaien, want ik kan niet alles. Ze komen dan ook nog eens in Batavia terecht. Batavia, dat was eigenlijk Jakarta, de hoofdstad van Nederlands-Indië, later Jakarta. En dan komen ze op een of andere manier toch ook eindelijk in Java terecht. Je leert ook heel veel over die stad zelf, alleen over die gebeurten, wat dat allemaal zich afspeelt. Dat is heel schoon getekend en je krijgt een schoon idee van hoe moet dat in die tijd geweest zijn. Op een gegeven moment komen ze ergens in een restaurant terecht. En daar krijgt dus een kelner onder zijn voeten. Een manneke, zei het. En die heet Robinho. En dan, die nemen ze onder hun vleugels, want die kan hun wel helpen. Maar die zei een zonderlinge figuur. En die zonderlinge figuur, die liet die Robinho bij hem komen. En die zei, je weet niet wat of hoe. Later komt dat natuurlijk ook. Hè. Dan, als ze dan daar moeten de Java rijden, moeten ze een chauffeur pakken. En dat is een Hollander. Ja, een Hollander. Enk Vrede, geloof ik, heet hem, hè. Ja, Henk, nee, Henk Vrijke. Je ziet direct dat dat geen goeie is. Niet omdat het een Hollander is, maar gewoon, ja, dat is de slechte. Die is op geld belust. En ze gaan dat dus ergens in een grot van die professor is dat aan het doodzoeken. Proberen ze daar te vinden. En dat is dat heeft te maken met een kris, zo'n dolk die van goud of van zilver is. Van goud. En die Vrijke natuurlijk, die wil dat ook kunnen pakken, hè. Zo komen ze in die grotten terecht met heel wat avonturen, met heel wat gevaarlijke situaties. En dan is het gedaan, maar ik kan niet vertellen hoe dat afloopt, want anders kun je die boek niet meer lezen. Ik raad hem aan iedereen aan. Ik heb hier die rij staan, dat van achteren, gelooft me misschien niet, maar ik kan ze toch allemaal niet laten zien. Maar ik heb ze allemaal staan en ik kan ze ook allemaal lezen, want het is echt wel de moeite waard. Ik kende het niet, nou ken ik het wel. Dus mannen, hier in Vlaanderen, maar ook in Holland. Erik Heuvel, vergeet het niet, gezeten maar eens op een stripbeurs. Bud Broadway is een van de verhalen. January Jones natuurlijk, verschijnt ook terug in de Eppo vanaf 2010, denk ik, is de Eppo terug begonnen of 2009. En daar komen dan de neefverhalen in van January Jones. Maar pas op, die mensen zijn werk. Hè. Erik, nog veel succes met al uw werk en mensen thuis. Pakt de boeken van Erik Heuvel ter hand en lees ze. Je zult er veel plezier aan beleven. Bedankt voor het luisteren.